kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. En ik ga vandaag heel even alleen naar stal. Mijn moeder wil heel even haar stem sparen voor vanavond. Want vanavond is de bingo. Want het is vandaag de dag van Halloween. Ik weet niet of het vandaag Halloween is. Ja, het is vandaag Halloween. Hoe ik dat weet. Kom op, daar gaan we. Dat weet ik door Netflix. Netflix achtergrond is niet meer zwart. Nee. Nee, maar dat is al een paar dagen zo. Echt? Ja joh. Dus volgens mij is het de 30ste of de 31ste of zo. Oh. Maar ik ga even alleen de paardjes doen. Ik ga ze logeren. Ik denk dat mijn bel nog wat een vrijdressuur gaat doen. En... Goed idee. Je oefenen voor jumping achterhoek. Ja. Ik zie er wel charming uit vandaag en Biggie trui. En mijn neus, kijk. Ik dacht, nou, mijn moeder. Mijn moeder kon zo schoonheidsspecialist worden. Nee joh. Ze houdt ervan om pukkels uit te knijpen. Dat wel. Dus nu heb ik een heksenneus. Speciaal voor de bingo vanavond. Ik ben op de manege. Ik heb hier Corona. Die heeft er een reepdekker op. Ik ga het nu in de stapmolen zetten. En wel ga ik ze ook nog even in de stapmolen zetten. Ze zijn allebei in de stapmolen. Ik heb vandaag een proefje. En dat is de F5. En ik heb er heel veel zin in. Wel zo knotten en je bent laat en je kan je even een rustboekje niet vinden en daar baal je van en je had de hele ochtend andere dingen moeten doen zoals je proef voorbereiden. Hè, tante Betsy? Nou, ik heb nu wel een heel boekje met, nou niet helemaal, maar een boekje met aantekeningen. Wat ik moet gaan oefenen, bijvoorbeeld doorzitten, slangenbolten met drie bogen en dus ja, ze heeft er heel veel zin in, maar ze had er wel wat tijd aan mogen besteden. Dus dit gebeurt er, als je geen tijd eraan besteedt, dan ze heeft nu nog 1 uur om de pony te pakken, te knotten, op te zadelen, alles te doen. En dan moet ze erop zitten, dus dat is wel goed geregeld. Niet echt, maar oké. Okay. Het is koud. En heel koud. Nee, ik moet even filmen. Dan kan je geen snoepjes krijgen. Maar ja, je gaat je nu aankleden. Succes! Ik ga plagen. Zo, Pony krijgt nog snoepjes. En Tess die gaat zich aankleden. Maar de handschoenen kan je misschien beter als laatste doen als je jasje aan hebt. Maar je moet nog een jasje uitdoen. Dus dat is misschien niet onwijs handig. Ben je klaar voor Pony? Ja. Kijk jongens, het mooie touw komt van Joyce en JD de Vos. Nou, Joyce heeft het gemaakt. Check dit. Oh. Regenboogkleuren. Waarom krijg ik dat nou niet scherp? Even wachten. Ik ben even regenboogkleuren scherp. Ja. Tadaa. Dat is toch gaaf. Ja? Jij lust ook wel wat. Een lekker hapje of zo. In de F5 moet je doorzitten. Bel kan heel goed doorzitten. Nee. Maar Tess... Die vindt het wat moeilijk. Ja, doe maar dat. Doe maar dat. Nee, lager. Hand omlaag. Ah, oh, Bel is ook een brave bassie ook. Hè. Bel, je bent geweldig. AX binnenkomen in arbeidsverhaal. AX binnenkomen in arbeidsverhaal. Tussen X en G. Halfhouden groeten. Tussen X en G. Halfhouden en groeten. Oké, okay. Ik heb net niet zoveel gefilmd. Dat komt. De camera, die was naar beneden aan het tellen. Dus, dat was niet zo fijn. Ik hoop dat hij het niet nog een keer gaat doen. Ik zit hier nu even op de grond. Elisa is bezig met de deken. Ja, wel. Maar wacht, kun je het zien? Wacht even. Bauw! Mijn moeder is aan het rijden en Henja had ook aandacht. Henja die is gescholden door Kim. Daar zijn we heel blij mee, want dan is ze van de winter gehaald. Bel wordt morgen gescholden. Corona krijgt morgen een YouTube teken.
En mijn moeder is aan het rijden. Oké. Mijn moeder was aan het rijden. Ze is nu aan het praten waarschijnlijk over ketonen. Wat ketonen zijn, volgens mijn vader. Ketonen komen uit de lucht en het is gezond voor je. Meer informatie weet ik er niet over. Vertel mijn moeder, hopelijk ooit nog wel even. Dus ja. Zo, het is maandagochtend. Ik hoef niet naar school. Maar deze jas is net even ietsjes warmer. We gaan even boodschappen doen. En in de middag wordt Bel geschoren. En krijgt Verona een YouTube-teken op haar kont. Laten we maar even boodschappen gaan doen. Ik moet alleen even wachten op mijn moeder. Ja, het is een beetje donker. Het komt omdat de wintertijd is ingegaan. Het is dinsdag en ik moet weer naar school toe. Jee, en het regent. Jee. Je hebt vanmiddag moet je rijden. In de regen. Jee. Het is vandaag. Oké. Het is vandaag. Donker. Dus ik ga aan deze wereld wat licht geven. Ja. Oké, het is vandaag woensdag. Ik en mijn moeder gaan weer in de springles bij Steef. En we hebben er zin in. Heb jij ook zin in de les, ma? Ja. Ik moet wel zeggen dat het vandaag was een beetje donker. Ja, ik weet niet. Ja, ik heb zin in de les. Maar ik moet nog een beetje wennen, want nou, de klok is natuurlijk een uur achteruit gegaan. Misschien is dat het, want ik heb echt het idee dat het tijd is om te gaan slapen. Ja, ik denk ook en al. En niet echt tijd is om te gaan springen. Ja. De stallen worden verbouwd, dus Verona is even binnen aan het logeren hier. Ze heeft wel een lekker luikje, staat ook gewoon netjes op vlag. Dus dat gaat prima. Tess is er pony aan het opzadelen. Die heeft zometeen een springles. Kan heel klein stukje filmen. En dan moet ik vooral gaan zadelen. Dus. Even zo een keer. Nou, ik denk dat het ook wel bij Tess ligt hoor. Oké, je ziet het niet heel goed. Het is een hele drukke les. Maar mijn moeder galoppeert daar achterin. Vervolteltjes, ik kom nu naar ons toe. En het is donker, nu al. En zelfs in de bak is het donker. Zo denk ik ook even springen. En het is wel wat lager dan bij mij. Kijk maar. Ik heb namelijk vandaag 70 gesprongen. Knappe Bel. En dit komt niet eens in de buurt.
En daar komt ze weer. Hey, mama. Zijn ook een mooi YouTube teken op haar komt. Dat zie je alleen nog niet goed. Zag je? Dat zie je niet hier goed vanaf hier. Ik zie het niet. Wat doe je? Ik ga proberen om ze ook nog een stukje te filmen als ze aan het springen zijn. Oké, okay, ze is van hand aan het veranderen. In galop. Knap. Oh ja, nu zie ik hem wel. Kijk, nu zie je het YouTube-trekker wel goed, alleen wij nu niet. Wee, daar gaat ze. Blijf erop zitten, mama, alsjeblieft. Ik wil je nog heel houden. Ik wil nog heel wat jaartjes verder. Vrijdag. En ik heb het gewoon koud. Maar ja, ik ben ook een paar dagen niet helemaal fit. Niet ziek genoeg om in mijn bed te liggen en niet fit genoeg om allemaal dingen te doen. Dus, maar goed, het is vrijdag. Tess is naar de buitenbak, die gaat lekker rijden. En Kim krijgt vandaag een nieuwe zadel. Want het bleek dat Henja uit haar zadeltje gegroeid was. Dus eigenlijk ben ik wel heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. Ja, oh, ze is daar. Dus ik weet niet of ze al de zadel heeft, ze zal het even vragen. Op dit moment is ze haar, tegen haar pony aan het mopperen. Dus ik denk dat haar pony iets gedaan heeft wat ze niet moet doen. Nou, het is alweer over. De liefde is hersteld. Oh, ja, dat mag natuurlijk niet, hè? Dat sparkelt toch niet? Nee. Bijou. Die is weg. Sparkel is weg en nu hebben we een bijou. Oké, maar je zadel. Kies pas om 6 uur. Oh, oké. Okay. Dat is dus niet nu, dus dan gaan we wel eerst naar Tess toe. Hoe was het in Utrecht, in Leiden? Dat was leuk. Wat heb je daar geleerd? Wat de opleidingen zijn. En, Dames en heren, Kim doet namelijk eindexamen HAVO dit jaar. En daarna moet ze iets anders gaan doen. Alleen, dan is de vraag natuurlijk, wat ga je doen? Dus welke opleiding ga je doen, Kim? Ik heb gekeken voor operatieassistent. En hoe was dat? Dat was leuk. En je wilde nog iets met mensen knock-out brengen, toch? Oh, dat is anesthesie, maar dat is meer... Dat doet ze al genoeg, hoor. Dat is te veel rekenen. Dat doet ze al genoeg, zegt Va. Dat is te veel rekenen? Ja. Maar je bent goed in rekenen. Het kan, maar ik vind het niet leuk. Oké. Okay. Ja, ik vind dat ook. Ik had een 3. Zelfs Gina heeft hier een mening over. Die had een 3, zegt ze. Het is toch goed dat je andere kwaliteiten hebt, hè? Ja. Oké, okay, nou, ik ga dan maar naar Tess toe. 6 uur, dat is het nog niet. Oh, ik ga zo jouw paard uit de molen halen. Ga je niet rijden? Ik heb al gereden. Jij hebt al gereden? Was ze wel braaf? Ja. Heeft ze nog hoest? Nou, nee. Daar ben ik sowieso blij mee. Nee, oh. ze is nog wel... Oh, ze is nog behoorlijk schoon. Schroef je op mijn zadel. Ah, nee. Dus ik denk dat mijn paard braaf genoeg was en ik ben blij dat ze niet gehoest heeft. Ja, maar ze zijn niet heel schoon, terwijl ik ze 2 dagen geleden heb schoongemaakt. Dat ik het van elkaar krijg. Maar ze zijn weer vies. Ja, Bel kan iets nieuws. Tess gaat het even laten zien. Bel wordt er wel wild van nu. We noemen dit zijwaarts lopen. Het is gewoon wijken, alleen dan gaat deze pony gewoon heel ver opzij. En blijft ook opzij gaan. Oké. Okay. Brave Bel. En waarom moet ze dit kunnen? Ik weet het niet. Maar ze kan het. Ja. Nou, ga lekker rijden. Brave pony. Het is wel heel braaf hoor. Net geschoren. En het is vandaag echt niet warm. Maar gewoon netjes haar ding doen. Keurig. Trots op haar. Op allebei. Maar ik vind het ook wel heel braaf van Bel. Netjes in een goede galop. Fantastisch. Ik moet nog even wachten, want ze moet stomen. Oké. Oké, mijn moeder heeft gestoomd. Nou, de auto eigenlijk. Dus, ik ga weer praten. Het is vandaag vrijdag. Vrijdagavond. Zullen we lekker uit eten. En daar hebben we heel veel zin in.
super tof dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Ik vond deze week super leuk. Ik heb allemaal leuke dingen gedaan. Nou, tot morgen!